Stier, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 39. Het is van maandag 21 september tot en met zondag 27 september. Ik ga de kaarten schudden om te kijken wat week 39 voor de Stier gaat brengen. Dan lijkt het Stier alsof deze week een week is waarin je eigenlijk misschien begint met een beetje gekwetstheid. Het lijkt alsof je ergens boos bent of dat je ergens aan het opwinden over bent. Het kan zijn dat je misschien wat gekwetst voelt of gefrustreerd voelt. Maar het lijkt vooral om het alleen het begin van de week te zijn. Hè? Eigenlijk lijkt dat stukje waardoor je even wat geraakt bent te zorgen ervoor dat je het anders gaat inzien. En dat je eigenlijk denkt van, oh ja, weet je, ik wil het ook wel anders doen. Dit vind ik geen fijn stuk of ik moet het ook anders doen. En doordat je daar eigenlijk ineens van bewust bent, lijkt je ineens wat meer naar je gevoel te gaan luisteren. En het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld door middel van een droom komt. Of dat er eigenlijk ineens iets bij je gebeurt, heel onbewust. En ineens voel je een bepaald iets waarvan je denkt, oh ja, ik mag een andere kant op gaan. En ik kan een andere kant op gaan. En op het moment dat je daarnaar luistert, heb ik het idee dat je heel erg intuïtief gaat worden. En dat je dus echt het verstand een beetje uit kan zetten. En dat zorgt er ook voor dat je heel erg in die verzachting komt. En dat je echt in een soort fase van liefde komt. Liefde voor jezelf en liefde voor je omgeving. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.